Hey, maar even terugkomen. Afgelopen zaterdag is de 023 Cup gespeeld. Voor uw informatie, Ricardo van der Post, Martijn Prinsen en Danny Prinsen, de initiatiefnemers van de 023 Cup, hebben ontiegelijk hun best gedaan de afgelopen jaar. Prachtige teams tegen elkaar te laten spelen en om uiteindelijk afgelopen zaterdag de finale te laten spelen. Het was een spektakel van hier tot Tokio. We hadden prachtig weer. Bijzonder veel mensen, heel veel publiek. Het was echt in mijn ogen een geweldige dag. Maar ik ga het even jullie vragen. Wat vonden jullie ervan? En hoe is de organisatie verder verlopen? Ik heb niks van de wedstrijd gezien. Niks? Nee, dat is goed, dat hoort ook zo. Ik heb heel jaar naartoe gewerkt. Als je organisatie verder verloopt, niet mee te maken. Wat Rick zegt, dat klopt wel. We zijn natuurlijk 6 maanden bezig geweest met het plannen van die dag. En we hadden stiekem wel gehoopt om een klein beetje te kunnen kijken. Maar ik denk als ik van alle drie de wedstrijden heb, want we begonnen met de jeugdwedstrijd daarna, de onze All-Stars tegen het RTL 7 Sterren team en we eindigden met de finale. Ja. Als ik bij elkaar 10 minuten gezien heb, dan is veel. Degene maar die iets meer moet, heeft gezien, dat ben jij. Je moet niet aan de jongens die het georganiseerd hebben vragen of ze het weten. Daarom zeg ik ook, ik vraag het aan jou. Alles klopte. Zelfs de veiligheid, hè, met Roy Seitz, was perfect geregeld. Ja. Iedereen had gewoon het naar zijn zin, dan was het natuurlijk ook prachtig weer. Daar ben je wel afhankelijk van. Ja. Maar het begon dus om 12 uur met een, over talent gesproken, met een wedstrijd tussen Jong Bloemendaal onder 11-1 tegen een Haarlemse selectie. Nou, je hoeft je over de toekomst van het Haarlemse voetbal geen zorgen te maken hoor. Want wat daar rondliep, hebben jullie daar iets van gezien? Heel klein stukje. Maar dat was hartstikke mooi. Dat was super. Ik zag op een doelpunt van volgens mij Bloemendaal. Ik denk van 20 meter, onderkantje lat, strak een kruis. Ja. Zo, dat kan ik nu ook niet meer hoor. Het is nu FC Ballen op het dak. Ja, toch? Ja, dat klopt. Ja. Dat was trouwens Sam Verstraten van de overige. Dat die bal erin kwam. Dat was een doelpunt. Met een kopbal ook nog. Een prachtige goal. Die bal op het dak was van Martijn hoor. Die was van Martijn. 5 minuten voordat de wedstrijd kwam. Ja, ongelooflijk. Hoe kreeg je het voor elkaar? Een polletje. Je had nog wel getraind. Een polletje dan. Je had vorige week nog getraind. Ja, klopt. Nou, goed, laten we. Maar ik vond het een hartstikke leuke wedstrijd. Het was echt heel erg leuk om naar te kijken. Ja. En inderdaad, wie zegt, er loopt behoorlijk wat talent hier rond. Ongelooflijk. Ja. Nou, over een jaar of 10 zien we die allemaal terug. Ik denk dat er wel eens een kan proberen. Zit er wel in hoor. Ja. Zo mooi. Nou ja, toen kwamen de sterren van RTL. Dat waren dus merendeels oud eredivisievoetballers of eerste divisievoetballers. Daar zaten heel weinig sterren in. Dat hebben ze expres gedaan, hè? Ja, want ze waren bang. Ja, ja. Ze hebben de week voor de wedstrijd hebben ze besloten om de selectie een beetje op te krikken. En uiteindelijk kwamen ze met, ik geloof, 13 oud-profs. Ja, 13 oud-profs. Twee jongens die bij DBS in het eerste voetballen. Ja, ja. Het was echt, ik vond het, ondanks dat het natuurlijk geen tv-sterren waren, ik vond het wel mooi om die gasten weer een keertje, in ieder geval warm-up te zien doen, daar heb ik wel wat van kunnen zien. Ik moet zeggen dat de man die het allemaal organiseert bij die sterren, John Williams, die kan aardig ballen hoor. Ja, die heeft een paar hele goede trappen zien geven. Ja. Tegen onze All-Stars of tegen de bal? Nee, tegen de bal, maar hij was op de bal. Hij was af en toe een beetje... Maar we moeten even de coaches noemen. Frank Dochtrop en Maurice Haverbusch. Want die hebben het natuurlijk toch wel mooi voor elkaar. Nou, vergeet die andere twee niet, hè? Welke andere twee? Din de Boer, dus onze Don Corleone. Ja. En Ruud Wit, de verzorger. Mm-hmm. Met z'n vier als technische staf. Dan kunnen we natuurlijk ook wel vertellen dat inmiddels zijn de contracten met die vier jullie zijn voor volgend jaar verlengd. Dus die blijven erbij. Okay. Maar met z'n vier hebben ze het gewoon echt perfect gedaan. En haal je RTL volgend jaar ook weer? Dat weet ik niet. Want het was wel een leuk team natuurlijk. Met Slory, Latuhiru, Admo Di Coro, Bosgaard, De Graaf, Ulenbeek. Mooi ploegje hoor. Ja, je hebt het al over volgend jaar. We gaan dus vanuit dat dit gewoon gecontinueerd wordt. Nou, dat is wel een ding wat zeker is. Ja? Zonder meer. Weet je wie erop vielen bij de Haarlem spelers? Vertel een. Joey Hogeboom van Spaarnwoude. Echt jongen, dat is er een hoor. Een beest. Ja, die blijft gaan. Die kun je wel opschrijven. Dan hadden we een jongetje van Waterloo. Ik had er nog nooit van gehoord. Een jongetje? Maar 21 jaar, jongen. Hij heeft altijd op hoog niveau gevoetbald. Zo. Ja, klopt. Echt een topper is dat. Jorien Verdonkschot heet hij. En ja, het is raar om te zeggen, maar ik moet even naar hem toe. De man van 35... Mag ik raden? Ja. Ja? Ja, want je hebt niks gezien, dus je weet niet wie. Gert-Jan Tameris. Gert-Jan Tameris. Maar die overigens
complimenten geeft in de krant. Ja. Aan Joey Hoogman. Oh, toch ook. Ik heb geen idee waar hij voetbalt, maar hij blijft nog even gaan. Hij vertelde ook tegen mij in een interview achteraf dat ze hebben één keer getraind en dat het zo'n leuk samenbalde, dat iedereen bevriend was met elkaar. Ja, daar was Gert-Jan overigens niet bij. Nee, maar dat vertelde hij ook. Klopt. En dat is dat was zo mooi om te zien. Ja. Dat is wel een dingetje wat we bijvoorbeeld volgend jaar anders willen doen. We hebben nu pas anderhalf weken van tevoren hebben getraind. Ja, maar dan moet je meer doen. Precies. En die gasten, de laatste 2-3 weken, willen groepsapp, die ontbranden. Het ging helemaal los. En die training die heeft er absoluut gewoon goed aan gedaan. En dan heb je had het net over Frank en over Maurice. Ik was bij de wedstrijdbespreking voor afgelopen zaterdag. En Frank die pakte het echt serieus op. Hij zei, luister, hij zegt, het is natuurlijk, voor deel is het gewoon leuk om dit met elkaar te doen. Maar we staan zo meteen in het veld en dan willen we gewoon winnen. Dus ga niet voor zaken. Ik ga niet de hele lijst met taken uitdelen. Kornetje links buiten, noem alles maar op. Maar hij heeft wel gezegd, ik wil niet dat er verzaakt wordt. Hou je gewoon aan je taak. Vecht, voetbal. En dan moet het goed komen. Nou, en uiteindelijk. En we hadden straks over teambuilding. En daar heb je met die havenpoes een goeie gehaald, hoor. Dat is een leuke vent, joh. Dat is echt leuk. Hij vooral van de inbeelding na. Hij zou moeten borrelen. Hij kan het ook vooraf. Dus ja, Maup is een topper. Ja. Maup is echt een... En we hebben natuurlijk met Maup een klein beetje gesjoemeld, hè. Want Maup was geen trainer van de zelf. Dat maakt er niet uit. Maar Maup is echt... Nou, ik ga het niet weer zeggen, maar Maup is een topper. Maar even terug naar Tamerus, hè. Die was dus bepalend bij alle doelpunten. Was absoluut de keizer op het middenveld. Hij bepaalde hoe die lopjes en alles naar voren werden gespeeld. Hij maakte zelf een hele mooie goal. Die werd eruit gehaald door beide trainers. Ja, dat zit in het interview. Dat zien jullie later nog wel. Want ik heb ze natuurlijk geïnterviewd en aangezet. Ja. Wat jullie grote fout was, is Tamerus eruit halen. Want binnen 5 minuten was het van 4-1, 4-3. Ja, dat ging heel snel. Dat was heel snel. Ja. Maar we hebben het vaak gezegd, Tamerus is absoluut nog Eredivisieniveau. Ja, hij is wat langzamer misschien dan de Eredivisie-spelers, maar zijn techniek, daar zijn er nog verdraaid weinig die dat kunnen. Topper. Ja, nou, je ziet er bij AFC ook de manier waarop hij die ballen voor het doel gooit, zegt. Dat is toch ongelooflijk. Ik vind het zo knap. Weet je, van wie ik heb staan genieten? Wat zeg je? Van wie ik heb staan genieten? Van Vincent Hofman. Ja. Ja, die heb ik niet genoemd, maar die had ik moeten noemen. Oh, wat een keeper is dat, hè? Ja. Nee, maar dat wisten we al, toch? Maar de alle twee, hè? De mannetjes. Ja. Ja, Joe de Jong, de mannetjes, ja. Nou, dat is toch ook zo. Ja. Er is een foto in de krant geweest, hè? Ja. Met Levi, die afscheidman, te midden van die twee keepers. Je lacht je rot. Oh, ja. Nou, we dachten dat we een aardig grote beker hadden, maar bij de gast. Ja, is dus zo. Dan lijkt het zo'n bekertje, hoor. Maar ik vind het topkeepers, alle twee. Ja, zijn voor niets. Thijs speelt gewoon in de tweede. Thijs is geen vaste doelman van één, vanwege zijn broer. Ja. Eigenlijk zonde. Zo'n jongen moet gewoon wekelijks in een eerste helft op. Dus ze zijn bij Ajax alle twee geweest, hè? Nou, van Vincent weet ik het wel, van Thijs weet ik het niet. Thijs ook. Hij is tweede keeper? Ja. Waarom? Wat is dat de reden? Omdat ze broer is. Ja. Ja. Is dat een reden om de streden te blijven? Nou ja. Ga je zoeken, toch? Nou ja, vorig jaar heeft hij bij RCA gekiept. Als eerste keeper. Ja. Toen hebben ze tegen elkaar gespeeld. Ja. Maar dit jaar, machtige lui, joh. Echt hartstikke leuk. Ook om mee te praten. De toppertjes allemaal. Trouwens, het was allemaal top. Ja. Had ik al gezegd dat Roy Seitz ook top was? Maar dat hij daarna... Dat hij daarna gaat die huis beveiligen, of niet? Gaat die huis beveiligen? Die suffer, wat heeft hij nou precies gedaan? Hij kwam uit zijn vinger tussen een steigerhouten bank en de voetbaltafel. Ja, dat weet je toch, als beveiliger. Ja. Dat is niet veilig. Dus hier krijgen we Rietje eerst hulp. Maar hij was zo trots als een aap. Ja, maar dat is ook gewoon echt een goede kerel. Ja. Die heeft ook echt best wel veel, best wel veel. Die heeft gewoon heel veel werk uit ons handen genomen. Ja. Meegedacht. En knap zoals hij het verdeelde tussen zijn mensen. Ja alle mensen van heel waren echt top. Complimenten. Sowieso alle vrijwilligers, ik bedoel, zullen toch complimenten uitdelen. Ja. Nou, het laatste compliment naar SCA. Wat een geweldige gast hier. Wat een heerlijk complex en wat een machtig veld, jongens. Het breedste veld, geloof ik, van grootste veld in de rest van West-Nederland. Maar en maximale afmetingen. Ja, machtig mooi. All-Stars moesten werken. Die moesten lopen, goed voor ze. Martijn, jij wilde net een blauw shirt laten zien.
Dat ja. Vertel er eens een keer wat meer over. Dat was de finale. Ja, de finale met United-Davo. De finale die ging tussen United-Davo en de Muiden. En we hadden vooral al verteld dat wordt een hoop vuurwerk. Ja. Nou, dat vuurwerk dat begon al voor de wedstrijd. En Muiden kwam met een bus. En de jongens hadden allemaal rookbommen en alles meegenomen. Nou, goed begin. Goede opkomst met de muziek en alles. Ja. Ja, in de finale was voetballen misschien niet de allerbeste, maar dat konden we van tevoren al vertellen. Maar qua strijd, was het over het randje zelfs op sommige momenten, zo had ik lekker mond uit. Maar uiteindelijk kwam United met 3-1 voor. Ja, eerst met 1-0. Ja, en toen miste... Toen kreeg Schol de kans om de gelijkmaker te maken. Penalty. Ja. En dat ging fout. Ja, ook de rebound, die had ook wel ingemogen. Thijs Hofman, hè, we hadden het net over, die stopte hem. Ja. En daarna kopte hij hem naast. Maar die had het er gewoon in gekregen. Ja. Dat moet staan. Ja, dat was wel een sleutelmoment. Ja. Amuiden kwam daarna na rust wel terug tot 1-1. Ja. Maar door Levi van Nispe, en echt een typische actie voor hem. Snelheid op de keeper af en gewoon niet twijfelen, maar van een aardige afstand die bal voorbij de keeper pegelen. Jij zegt Leven, heet hij Levi of Milan? Levi. Van Essen bedoel ik. Nee, oh, die is van Amerika. Nee, Levi van Nispe scoorde de 2-1. Oké, okay. Oh, maar die 1-1 hadden we nog niet genoemd. Oh, nou goed. Milan van Essen. Juist. Ja. En vlak voor tijd is het, wat zeg ik, 10 minuten voor tijd is het Frenzel Lewis van voor United met de mooiste doelpunt van de dag. Die had ook al de eerste gemaakt, hè? Wat een goal, hè? Ja. Oh. Over de keeper. Briljantje, hoor, die jongen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Heeft ook bij Ajax ook gevoetbald, trouwens. Mm-hmm. Muiden ging toen alles voor niets spelen. En toevallig waren wij donderdagavond bij Muiden. We stukjes naar kijken van de training. Ja. En Jeffrey van der Steen en Anthony Correa, de trainers, die hebben erop getraind. Hè. Van wat gebeurt er als we vlak voor tijd achter staan? Nou, en dat gingen ze uitvoeren. En ze kwamen gewoon terug tot 3-2. Het was jammer dat het de 89e minuut was. Door school, hè? Ja. Ja. En Jeffrey die zei ook weer na de wedstrijd dat het, hij vond het ergens wel verdiend. Ja. United is gewoon een goede ploeg. Ja, en die spelen natuurlijk met hun eerste, want allebei die elftallen bestonden voor een deel uit eerste elftal spelers. Die spelen gewoon, die speelden in de tweede klasse. Ja, dat je daarvan verliest als een zaterdag derde klasse, dat is helemaal geen schande. Nee. Nee. Vond die school trouwens erg goed, hoor. Ik ook. En die is ook wel heel jong, hè? Nou, volgens mij is Bob Schol juist een van de spelers die... Waar jongens bij mij uit, toch? Een van de jongens die met dispensatie speelde. Oh, is dat zelfs? Ja. Ja. En dan de pareltjes. Ik moet ze echt even noemen, joh. Van Davo. Ongelooflijk. Fouad, als ik het verkeerd zeg, moet je het zeggen, hè. Fouad Maloul. Dat zeg je goed. Jongen. Nou, die kun je opschrijven, hoor. Ja, denk ik ook. Dan Ayoub Bouzia. Mm-hmm. Geweldige speler. Ja, nou, Frenzel met 2 goals. Waarvan die tweede inderdaad van een absolute schoonheid was. Echt absoluut mooi. En dan, ik moet het toch weer zeggen, die keeper Thijs. Ik vond hem geweldig, Thijs Hofman. Wat een kanjer is dat, zeg. Als we het over talent hebben, ik denk dat, en dan kijk ik snel de jongens aan. Als we het hebben over de doorbraak van de onder-23 Cup. Niet alleen in de onder-23 Cup, maar ook daarnaast. Dan denk ik wel dat we het alle drie eens zijn dat we het dan hebben over Jeffrey. Ja. Jeffrey Prinsen van der Muiden. Ja. Die begon als onder-19 speler. Die speelde een van de eerste wedstrijden met de IJmuiden onder-23 selectie. Uh-huh. De trainer van IJmuiden, Anthony Correa, die had een speler nodig, een centrale verdediger, omdat zijn centrale verdediger geblesseerd was. Hij heeft tijdens die onder-23 cup staan kijken naar Jeffrey. Daar was hij van onder de indruk. En sindsdien heeft Jeffrey zijn kans gepakt in het eerste elftal. En is er niet meer uitgespeeld. Dus 17. Of inmiddels 18, geloof ik. Echt waar? Ongelukkig. Ja, de lichttype. Ja. Ziet alles. Ja. Leest de wedstrijd. Ja. Echt heel goed. Samen met Kai Brouwer achterin. Ja, dat is de harde werker achterin. Ja. Ja. Mooie wedstrijd, jongens. Mooie. Ja, dat was volgens mij wel natuurlijk een hoogtepunt. We hadden natuurlijk 2 drie. Maar die onder-23 cup, weet je, we zijn op 6 september is daar de eerste wedstrijd van gespeeld. Daar hebben we dus bijna een jaar naartoe gewerkt. Ja, dit was echt tof. Ja. Ik had Bloemendaal, ik niet alleen, ik denk dat wij allemaal Bloemendaal verwacht hadden in de finale. Maar doordat die opeens die na-competitie inging. Ja, na de poolfase hadden we eigenlijk 3 of 4 clubs die er bovenuit staken. Waarvan er al 2, nee 1 Allianz, die werd al vrij snel uitgeschakeld. En Bloemendaal die werd in de halve finale uitgeschakeld. Ja. Ja.
Met 5-0, dat was duidelijk. Ja, maar ja, de trainer maakte keuzes voor de eerste zondag. Ja. Die zaten volop in de competitiestrijd. Of in de kampioenstrijd. En ik denk dat hij daar nog steeds spijt van heeft. Onze topscorer namelijk. Ja, hij heeft mazzel dat Floris die titel gepakt heeft. Ik sprak Floris afgelopen zaterdag dan even. Die stond, Floris van Dam? Ja, die stond zijn prijs af te wachten voor de topscorer. Hij vond het nog spannend worden toen Lewis twee keer scoorde. Want die liep er 4 achter. Ja. En ik dacht, oh. En, maar die baalde heel erg, want hij speelde de halve finale niet namelijk. Ja, hij vond het niet leuk. Nee. En uiteindelijk heeft de bloem nou niks gebracht. Wat de keuzes wat doen. Volgend jaar alleen maar spannender. Zeker weten. Een van die jongens die heeft zo hard zijn juichen dat hij gewonnen heeft, die heeft zijn medaille op het veld laten liggen. Dus mocht hij hem toevallig zien, hier is hij. Kom maar halen. Voetbal in Haarlemmeester. Ja, is hij echt? Oh, je hebt hem zelf gevonden. Ja, ik heb hem zelf gevonden. Hij lag in het gras. Heb je hem gevonden? Nee, hij lag zo in het gras. Echt waar. Ja. Verdenk Veurne en Weben ervan. Ik laat het jullie uit. Ik gooi hem hier neer. Hey, maar ik denk dat jullie voetbalminnend Haarlem, regionale voetbalwereld, een enorme dienst hebben bewezen door het gigantisch goede toernooi te organiseren. Het is echt voor En wij zijn niet partijdig, hè? Want, nee, volledig onpartijdig. Het Haarlems Dagblad heeft een prachtig verhaal geschreven erover. Rob Spierenburg. Moet ook een keer gezegd worden. Maar het komt helemaal overeen met hetgeen ik wilde zeggen. Ik vind echt dat jullie een geweldig toernooi hebben georganiseerd. Oké, jullie zagen er niet meer uit de avond daarvoor. Dat zien we zeker niet. Ik denk, of ze ooit nog bijkomen, ik weet het niet. Maar het zal allemaal in goede banen worden geleid. Het ging perfect. Nogmaals, complimenten. En hartstikke gefeliciteerd en ik hoop van harte dat jullie het volgend jaar weer gaan doen. Wij zijn het volgend jaar sowieso weer. Ja. Oké. Wel, dat was het dan weer voor. Heb je nog een aanvraag? Ja, ik wil nog één ding melden. Ja, kom maar. En dan moet ik zorgen dat ik niet ga janken. Mag hoor, dat is geen enkel probleem. Ik heb geen water meer. Alsjeblieft. Nee, luister. Dit hele project is 2 jaar geleden begonnen. Ja. Oké, dat mag genoemd worden. Maar die twee? Thanks. Toch wel. Hé, maar op het einde moet je lachen. Ja. Lachen! I know. Nee, maar dat mag zonder meer. Nee, dit heeft gewoon echt bloed, zweet en tranen gekost. Ja. En ik ben gewoon heel blij. Ja. Ik ben gewoon echt heel blij. De tranen zijn weg, dus bloed en zweet blijft over. Ja. Tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar. Jongens, nogmaals, hartstikke bedankt voor wat jullie hebben gedaan. Je hebt de regio echt een enorme dienst bewezen. Dat brengt ons bij het einde van deze uitzending. Heel graag tot de volgende keer. En wanneer dat is, dat nog één volgende week. Volgende week, de laatste, als het goed is. Tot ziens. Mannen, hartstikke bedankt. Hoi. Ook iets opmerkelijks beleefd op de velden? Meld het dan op voetbalinhaarlem.nl.